Dank u wel, president. Mijn fractie steunt het voorstel van rapporteur Scheele tot verwerping van het voorstel van de commissie. Ik vind dat zij overtuigende wijze heeft aangetoond dat het hier gaat om een voorbeeld van slechte regelgeving. Het opstellen van normen waaraan de vallen moeten voldoen is bijvoorbeeld niet voorafgegaan door gedegen wetenschappelijk onderzoek. Er zijn criteria gesteld aan vallen en het testen van vallen en die zijn willekeurig. De duur van het lijden van dieren is natuurlijk heel moeilijk te meten. Wanneer treedt stress in en wanneer begint de doodstrijd? Bovendien, vooral bij vangst van behulp van levend vallen, is er in het voorstel niets gezegd over de humaniteit van de alternatieve methoden die dan misschien gebruikt zouden moeten worden om dieren te doden. Dieren verdrinken dan vaak alsnog op een andere manier of worden doodgeknuppeld of maken elkaar af. Er is inconsistentie tussen dit voorstel en de habitatrichtlijn. Bepaalde diersoorten die worden beschermd onder de habitatrichtlijn. Denk aan het expliciet verbod op het vangen en doden van bijvoorbeeld in het wild levende otter, de bever, de wolf en de lynx. Staan ook in de bijlagen van het voorstel in zaken humane vangstmethoden. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? En ook andere dieren vallend onder dit voorstel, bijvoorbeeld de marter en de das, worden in bepaalde gebieden beschermd of geconserveerd. Bij deze richtlijn speelt, en ook ik kan het niet laten om daar toch even iets over te zeggen, een kenmerkend Nederlands veiligheidsprobleem. De bescherming van de laaggelegen landsdelen tegen overstromingen door dijkdoorbraken. Door zijn leefwijze ondergraaft de muskusrat dijken en dat is een reële bedreiging voor de veiligheid en de volksgezondheid. Het dier is in Nederland een uitheemse diersoort die natuurlijk op de meest humane manier bestreden dient te worden. Maar op dit moment is er geen bruikbare, humanere bestrijdingswijze die even effectief is als bestrijding met behulp van de verdrinkingsval. En een verbod op de verdrinkingsval, en ik kan raden dat het voorstel op een gegeven moment wel weer terug zal komen op zo'n verbod, maakt doelmatige muskusrattenbestrijding onmogelijk. En de Nederlandse veiligheid en volksgezondheid zijn daarmee in het geding. We moeten ook voor de muskusrat zoeken naar bruikbare, humanere vangstmethoden. Maar totdat geschikte alternatieven gevonden zijn, vind ik dat hetzij een duidelijke uitzonderingspositie voor Nederland of voor een situatie waar de veiligheid in het geding is, goed zou zijn. Voorzitter, één laatste opmerking van wat meer algemene aard. We doen in de Europese Unie een beetje aan dierenbescherming à la carte. Er gebeurt veel op het gebied, bijvoorbeeld van terugdringen van dierenproeven. Denk aan de cosmetica-richtlijn of REACH waar we nu over spreken. We doen iets aan internationale diertransporten. Het is allemaal heel belangrijk, maar het is ook erg willekeurig. Je moet je afvragen wat Europa op het gebied van dierenbescherming zou willen of moeten doen. Willen we het kievietsei rapen in Nederland of het stierenvechten in Spanje of het vetmesten van Franse ganzen voor de foie gras verbieden omdat die gebruiken dieronvriendelijk zijn? Of zijn dat nationale aangelegenheden en is er niet een toegevoegde waarde voor Europa om zich met dit soort zaken te gaan bemoeien? Het zou niet gek zijn als wij in dit parlement en als de Unie eens zou gaan nadenken over wat het eigenlijk op het gebied van dierenbescherming wil gaan doen en wat niet, in plaats van hier en daar à la carte wat aan bescherming te doen. Dank u wel, voorzitter.